Welkom bij Cineok Pietje Bel. Het leukste taxibedrijf van Rotterdam, dat is Taxi Sint Job. Maar misschien vind ik dat wel, omdat mijn vader de oprichter was. Maar afgelopen week bestond Taxi Sint Job 25 jaar en wij maakten een reportage. Van Sint Job, met die geschuffelde gemeente Rotterdam, zodat Sint Job er toen uiteindelijk toch kwam. Want bij Sint Job, daar nemen ze de telefoon wat sneller op. En bij Sint Job, daar hebben ze geen arrogante pleuriskop. Mensen, 25 jaar, dissident tot professioneel. We gaan vanavond een feestje vieren. Geloof me nou, voor alle gezellige mensen, iedereen een hele gezellige avond en proost. 25 jaar geleden werd Taxi Sint Job opgericht. En dat was niet zomaar, maar dat was... Eigenlijk was er gewoon een soort, op dat moment een soort oorlog tussen taxichauffeurs en de gemeente. Eigenlijk hadden we een conflict met de RTC, ja. de toenmalige TTC. En daar hadden we een conflict mee en daarom zijn we daar proberen op af te scheiden. Hey, en nou, voor de kijkers, maar ook mijn vader was vroeger een maat van jullie, die is nu 10 jaar dood. En de eerste voorzitter van Taxi Sint Job. Ja, ja, ja. En ik herinner me vanuit mijn jeugd, er was er een club die heette de TCC. En zij hadden toen op een gegeven moment hadden ze tegen de wil van de gemeente in onze vergunningen hebben ze met allemaal processen. En wij als kinderen werden er doodziek van thuis dat hij altijd zat te vergaderen en dat hij door de gang liep te ijsberen. Maar uiteindelijk hebben we een bedrijf al 25 jaar van elkaar, toch? Ja, inderdaad. Ja. We hebben wel veel voor- en tegenspoed gehad, maar het gaat nu goed allemaal. Hey, en jullie zijn een bedrijf zonder bazen? Nee, wij hebben een bestuur, 5-man bestuur, die gekozen zijn door de algemene ledenvergadering. Die worden uiteraard gecontroleerd door 3 commissarissen, zodat wij wel de standpunten van de vergadering uitvoeren, zoals het hoort. Maar we zijn geen bazen, we zijn allemaal ondernemers. En we voeren de vergaderbesluiten uit die door onze leden worden uitgevaardigd. Dat was een column van Carrie. Man. En zij zegt... Gebeurde dit maar in de zorg, hè? Dat die bestaande... Maastad, kredietbank, noem maar op, doet het op de Job manier. Ja. En dat is heel goed waargegeven, want zo is het ook gewoon. Ik bedoel, die mensen doen daarbij, bij waffeninstantie ook, doen ze hele goede dingen. Maar ze doen het wel uit een bureaucratische sfeer. Ja. En wij doen het op onze manier. He, want je haalt je vader aan, die heeft 6 jaar een lagere school gehad. Na 5 jaar hadden ze mij niet meer nodig. En ik ben toen begonnen op mijn 13-jarige leeftijd. Ja. En nu sta ik hier, dan ben ik haast 62. En bijna 50 jaar gedaan. En we hebben het ook gedaan en ik ga nog 5 jaar door. Ja, en met volle tegen. Hoe gaat het nou? Kunnen jullie allemaal rondkomen? Er is een crisis aan de gang, merk je daar veel van? Wij hebben daar heel veel pijn aan, natuurlijk. Er zijn wel periodes natuurlijk. De afgelopen maand is het heel slecht geweest. Ja. Maar ja, dan. Ja, dat is elke bij ons is dat zo natuurlijk. Maar ja, dan krijg je weer een opleving. Het CIO is dus verleden week begonnen. En daar heb je dan weer een aantal klanten van. Ik rij wel eens zo langs de achterkant van het station en dan denk ik, waar staan jullie op te wachten? Ja, maar dat zijn de... Oké, maar dan komt natuurlijk dat de spoeling heel veel dunner is geworden, dat er zoveel taxis bij zijn gekomen. Ja. Alles wordt vrijgegeven, iedereen kan op de taxi gaan rijden. De taxis van buiten Rotterdam die... Ja, cherrypickers, hè. Cherrypickers hebben dat natuurlijk heel erg. Maar over het algemeen, ja, dan moeten wij het gewoon hebben van onze vaste klanten. En je service, dat je goed bezig bent gewoon. Dan moet je dat vast proberen te houden. Kijk, straattaxi wat de opstappers betreft, dat zijn wij ook kwijtgeraakt. Daar heb je te veel waarde voor gekregen. Maar als wij onze service goed blijven bedienen, onze klanten goed blijven bedienen, ja, dan hopen we dat blijven volhouden. Ja, de ene dag zal wel meer dan de andere dag. Maar over het algemeen kan iedereen nog goed aan zijn geld komen. Hey, nog 25 jaar sinds u op, gaat het wel lukken toch? Ja, dat zal best wel lukken, denk ik. Dat, zoals we nu zijn bezig zijn, dat allemaal goed. Met allemaal jongens die gemotiveerd zijn.
Sorry dat ik voor mijn beurt praat, maar waarschijnlijk wel in de rollator, hoogwaarschijnlijk. Geen ja, klant hoeft te vervoeren dan. Zijn wij er ook met een rollator? Ja, precies. Ja. Ja, maar, is er nu iets veranderd in die bedrijfsleiding, zeg maar? Dat, wat jij zegt, van, die gasten nu, die hebben er een beetje voor geleerd of zo? Nee. Het is hetzelfde als je in een klein straatje drie Albert Heijns naast elkaar zit, dan heb je geen van Holland wat te doen. Dus, maar ja, misschien hebben we een keurmerk hebben we dus bij Taxi Sint-Joep. En misschien hebben we dan met het keurmerk dat we dus ons kunnen profileren als een goede centrale. En wat betekent Sint-Joep voor je? Nou, ik vind het wel, ik zie het een beetje als de luizende pels van de RTC. En dat vind ik wel, dat kan ik wel waarderen. En ik rij vaak met ze. Ja. Vroeger had je eigenlijk alleen was je aangewezen op de RTC. Dat was het enige taxibedrijf in Rotterdam. Ja, nou je had heel vroeg ook nog de Ravero. Ja. Dat is heel lang geleden. Ja. Maar eigenlijk is Sint-Joop is er toen bijgekomen. En dat is eigenlijk een beetje, ja het is ook toch al 25 jaar alweer. Maar het is toch een beetje de dissident onder de taxibedrijven, ja. Vind ik hier. En blijven ze dat of zijn ze nou ook gevestigd geworden, vind je? Ja, ze zijn natuurlijk na 25 jaar, kan je wel aannemen dat ze gevestigd zijn. Ja. Maar ze blijven nog steeds wel dat image van dat ze tegen de gevestigde orde zijn eigenlijk, dat hebben ze nog steeds wel. Ik heb een smile op mijn bek van oor tot oor. En hoe komt dat? Omdat ik ontzettend trots ben op deze club. He, niet omdat het nou allemaal koekenij is, maar ik vind wel dat we het vanaf dag 1 tot op heden wel gemaakt hebben. Dat vind ik wel. En wij zijn een redelijk unieke club in Nederland. In Nederland, maar er is geen één club in Nederland die alles zelf voorzienend doet. Want bij Sint-Joop, Sint-Joop, daar nemen ze de telefoon wat sneller op. En bij Sint-Joop, Sint-Joop, daar hebben ze geen arrogante pleuriskop. En ze hebben het echt prima voor mekaar. En ze bestaan nou alweer 25 jaar. Nou, we staan hier vlak bij de Hofpleinlijn. En als het goed is, komen hier over een aantal jaren allemaal hele leuke winkeltjes onder. En dat begint al op het Hofplein. Want daar is afgelopen weekend de Minimal geopend. De magie van de hofbogen onze Rotterdammers blijft bezighouden. Toen ik in 1992 in Rotterdam kwam wonen, werd ik al heel snel geïnformeerd over deze bijzondere plek. En ik vond het natuurlijk toch wat vreemd hier in dat licht ontheemde gebied. En dan een startplek voor een trein in het niets, zo leek het toen. Maar de kracht van de constructie en het ontwerp en die ontheemde plek is gebleven. Sterker nog, het is herkend en erkend als een anker. Zoals ik dat wel eens noem, een anker in de stad. En een anker is een plek waar de Rotterdammer aan gehecht is. Ik ben Roemet de Dirio. Hiernaast starten wij een jazzpodium genaamd Bird. Mm-hmm. En morgen gaan we met z'n allen open, de Minimal genoemd. Wij zijn nog under construction, maar vanaf morgen hebben we al programmering. We hebben morgenavond Omar in het programma. En we gaan eind september, 30 september om precies te zijn, officieel open. In de tussentijd doen we wat pilots. En dat kan je nu ook al op de website bekijken. Bird-rotterdam.nl. In 1908, toen dit alles werd opgeleverd, maar over een paar jaar kunnen zeggen, het complex, dat het hele spoor, zowel beneden als aan de onderkant, is opnieuw opgeleverd. Ik wens jullie allemaal heel veel succes toe. Ik zie de deur open gaan. Dat is Happy Collective. We staan met drie hier met een eigen merk.
eigen merk. Ja. Wat hebben jullie allemaal aan te bieden? Mag ik zien? Nou, we hebben kinderkleding, ja. We hebben gadgets, we hebben t-shirts, zelfontworpen t-shirts en nog een heleboel leuke dingen. Super, kleine ondernemingen een goede kans geven. Ja. Ik hoop dat het gaat lukken op deze locatie, dat er veel loop komt. Ja. Ik vind het prachtig. Ja? Ik ga het nog niet kopen hoor, ik moet even sparen. Oké. Okay. Maar ik vind het prachtig. Ja. Wat vindt u van het nieuwe idee om zo'n mall hier te openen? Ja, geweldig idee. Ook omdat die hofbogen die integreren toch altijd. Ja. Maar ik wilde eigenlijk altijd naar binnen kijken van wat is er nou? Ja. Het is veel groter dan ik dacht. Het is gewoon weer een creatieve omgeving en dat is altijd goed om erbij te hebben. Mijn naam is Barbara Legrandi en ik ben op het idee gekomen omdat het eigenlijk altijd een droom is geweest om een kledingwinkel te beginnen. En ja, de locatie was perfect en paste geheel in mijn concept. Dus vandaar dat ik hier nu zit en open ben. Ja. Nou, voor welk publiek is dit eigenlijk? Want als ik even met jou heb rondgekeken, denk ik niet dat mijn grootvader of grootmoeder hier zo 1, 2, 3 binnenstapt. Nou, het kan wel als u een hippe opa of oma of oudere persoon bent. Maar er lopen hier heel veel jongeren langs, omdat het natuurlijk de doorloop is naar de scholengemeenschap. En dus sowieso de jongeren, maar ook de 30, 40, 50 plussers allemaal. Je bent ouder dan 18, hè? Ja. Oké. Sowieso wordt dit echt de creatieve nieuwe hotspot van Rotterdam. En er gebeuren hier zoveel events vanuit iedere unit, zeg maar zelf. Vanuit mij, maar ook vanuit Beurt, vanuit de main hall. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd. Er wordt één keer in de maand een markt georganiseerd. Hiernaast kun je lekker koffie drinken. Dus het wordt één bruisend gebied. En ja, dat is wat Rotterdam net doet. Zeg maar, en dit moet het gewoon worden. Twee stagiaires van Cineac TV, Jasper en Ben, gingen filmen bij de Havendagen. Your love is like a studded leather headlock. Your kiss it could put creases in the rain. You're rarer than a can of dandelion and burdock. And those other girls are just post-mix lemonade. Suck it and see you never know. Sit next to me before I go. We gaan nu verder met Cineac Milieutelevisie. In Delfshaven bij de Vierhavenstraat komt een dakpark. Wat voor invloed hebben de bewoners daarop gehad? Als die bewoners toen
niet duidelijk de agenda hadden bepaald, de politiek hadden beïnvloed, overleggen daarover hebben georganiseerd, beïnvloeding daarover hebben georganiseerd, had dit park er nooit gekomen. We hebben vanmiddag het eerste bergje gestort. Dat is het begin voor de rest. Wat gaat dit dakpark voor de wijk betekenen? Meer groen, waar we eigenlijk behoefte aan hadden. En het is ook weer een beetje een stimulering voor meer mensen naar de wijk te trekken. Nu vandaag de start van dit dakpark. Wat gaat dat betekenen voor de wijk, denkt u? Ik denk een heleboel. Want we krijgen natuurlijk onontzaglijk veel een lap grond erbij. En groen. En groen, daar kwamen we tekort hoor. Nu zei iemand mij dat het dakpark had er nooit gekomen als de bewoners zich er niet voor hadden ingezet. Klopt dat? Wat heeft u er zo al voor gedaan? Dat klopt ook, want het is bij ons in de bewonersorganisatie Bospolder Tussendijken is het eigenlijk ontstaan. En onze voorzitter van toen, die is daar ook een beetje de aanzet toe geweest. En wij zijn hem gevolgd. En het was heel spannend. Zo'n parkje, loopt dat nou goed in zo'n buurt als dit? Heb je nou niet veel last van vandalisme? Er is vandalisme, maar dat is overal. Ik heb al hier en daar geïnformeerd. Dat is in Breda, dat is in Dordt enzovoort. Daar ontkom je niet aan. En ik vind, de jeugd die moet echt leren met de natuur om te gaan. En geen sloperij. Wordt dit nou makkelijk bereikbaar voor de wijkbewoners? Ja, toegankelijk. Want er komt een lift en er zijn trappen. En vanuit Bospolder komen er van die beetje glooiende banen te liggen waar je op naar boven kan. We krijgen een stukje grond. En dat worden waarschijnlijk allemaal buurttuintjes. Dus iedereen die daar voor in is, die krijgt dan een lapje grond. En dan kan hij zelf op verbouwen wat hij wil. Dat is toch iets moois wat je als bewoner kan bedenken. Het is eigenlijk een groot stukje bewonersparticipatie geweest. Van de bovenste plank, mag je wel zeggen. En hoe het eruit gaat zien, ja, dat is natuurlijk allemaal voor ons ook nog duister. Op maquettes, daar lijkt het allemaal natuurlijk, ja, heb je een idee. Maar in de praktijk moet je het natuurlijk nog even afwachten, hoe gaat het eruit zien. Zo is het wel. We gaan verder met Piet Huiskens van Bureau De Werkplaats. Hij begeleidt de bewoners rond het dakpark. Wat voor functies krijgt dit park? Het park zelf krijgt op de eerste plaats een wijkfunctie. Het is een wijkpark. Groen. Groen en nog eens groen. Dus geen asfaltvlaktes, zeg maar aan het Schouwburgplein, wat als dak ook gekund zou hebben. Maar de wijk wil per se dat het een groene buitenruimte is, met name geschikt voor ontmoeten en verblijf van gezinnen, kleine kinderen. Gaat het ook iets betekenen voor de werkgelegenheid in Delfshaven? Heel bijzonder. Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente, deelgemeente en de, zou ik kunnen zeggen, de bedrijven die er komen. Overigens, je had het over de functies, maar onder dat park komen allerlei winkels, groot winkelbedrijven. Ook een grote supermarkt. Aan de kop bij het Marconiplein is de bedoeling, er wordt nog programma ontwikkeld, maar mogelijk dat daar een regionale school zou kunnen komen. En in de staart, dan heb je bij de Schiemond, zou er nog sociaal-culturele voorzieningen komen. Dus het werkt direct ook, zeg maar, positie verbeteren ten aanzien van een aantal mensen hier in de wijk. Kunt u iets meer uitweiden over het park? Er komt ook een orangerie, begrijp ik? Er komt een orangerie. Orangerie is een moeilijk woord voor een mooie kas waar je alle seizoenen in kan verblijven. Daar zullen ook tropische planten te vinden zijn. Daar zal ook horeca te vinden zijn. Het park wat dat betreft is zo te duiden dat er verschillende concentraties, dat noemen wij thematuinen, daar zijn terug te vinden. Dus een orangerie met een mediterrane tuin. Dat wil zeggen planten rond de Middellandse Zee.
komt voort uit allerlei verhalen van bewoners in de wijk. Zeg maar heimweebeelden die daar mogelijkwijs dan terug te vinden zijn. Buitenruimte is in die landen ook hartstikke belangrijk. Overigens is dat niet de zon, maar dan bestellen ze schaduw en water en schoon. Hier zie je de helft van het dakpark. De andere helft ligt natuurlijk daar. De orangerie ligt ongeveer in het midden. Dit wordt het grootste dakpark van Europa, durf ik te zeggen. En het grondpakket is hier al in afgetekend. Want het komt zeg maar naar de onderkant van dan het balkon. Je ziet zo de rand hier lopen. Dat is ongeveer een meter grond. Komt hierop. Waar alle boomsoorten gewoon in kunnen gedijen. De grootste bomensoorten, daar wordt nog wel een voorziening voor getroffen. Dat ze zich goed kunnen ankeren. Maar het is voldoende om een volwaardig groen en park zeg maar, te realiseren op deze hoogte. Het gaat om de inzet van de mensen in de buurt. Nou, en als dat gebeurt, als het park van de mensen wordt en blijft, dan weet ik zeker dat dat de grootste garantie is dat het park ook in orde blijft. Dat het een superpark wordt en dan ook voor alle Rotterdammers zijn dan hier welkom. Dat is in ieder geval waar we op uit zijn. En wanneer kunnen we hier rondlopen? Over 2 jaar. Helaas, je hebt rekening gehouden met plantseizoenen en het hele park aanleggen kost ook nog tijd. En het dakpark is niet voor niets een dakpark, je hebt eerst een dak nodig om een dakpark te maken. We hebben nu het dak en dat park is over 2 jaar helemaal in orde. Thijs Kramer maakte een reportage van de opening van het elektrisch vervoerscentrum. We staan hier bij de opening van het elektrisch vervoercentrum. Een primeur, weer eentje voor Rotterdam. Ja, het is echt geweldig. Ik ben er ontzettend trots op. En natuurlijk heel blij mee dat we hier een centrum hebben waar je gewoon kennis kunt maken met elektrisch vervoer, met elektrisch rijden in een auto, maar ook een scooter. Want dat is heel belangrijk. Heel veel mensen hebben wel eens van elektrische auto's gehoord of er soms wel eentje gezien. Maar eigenlijk is het belangrijkste om gewoon te ervaren hoe het is om in zo'n auto te rijden. En hier zijn verschillende merken, verschillende soorten auto's. Van hele blitse sportauto's tot normale auto's. Waar je mee kunt rondrijden door de stad. En dus echt ervaren hoe het is om in een elektrische auto te zitten. We hadden hier vandaag de officiële opening met 2 gepassioneerde oprichters. Waar komt jullie passie vandaan? Nou, dat is heel simpel. Als je een keer een elektrische auto rijdt, dan ben je in 1 keer ben je verliefd, ben je verkocht. Wij zijn alle 2 zijn wij inderdaad autoliefhebbers. En de eerste keer, dat is 1 jaar of 4 geleden dat ik een elektrische auto reed, kreeg ik aangeboden om een rondje te rijden. Dan dacht ik mezelf, nou, kreeg ik kippenvel. Beetje de eerste zoom die ik ooit had met mijn meisje. Nou, dat gevoel had ik weer met het rijden in een elektrische auto. En dat gevoel willen jullie met dit centrum een beetje overbrengen? Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen is elektrisch voer is iets wat lezen ze in de krant. En ze zien het misschien op de rij, dan staat hij achter een rood koordje en voor de rest een mooi verhaal. Maar elektrisch voer moet je gewoon een keer zelf beleven. Je moet er zelf een keer in rijden. Als je dat een keer hebt gedaan, dan zet je dat proces in gang. Het proces van denken dat het ook anders kan. Je hebt ook geen scheerapparaat waar benzine in gaat. Dus er zijn gewoon een auto die elektrisch rijdt, is eigenlijk heel normaal. Het is eigenlijk heel, heel abnormaal dat hij rijdt op benzine. En dat leggen we hier goed uit. U heeft net bijgedragen bij de opening van het elektrisch vervoercentrum. Ik zeg de eerste stap. Wat is nou de vervolgstap als het aan u ligt? Nou, wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat ons verkeer steeds duurzamer wordt. Hè. We gaan steeds meer mensen rijden en ja, auto's zorgen voor uitstoot. Dus als je het een beetje slim kan doen, kan je en rijden en toch minder uitstoot. Nou, zo'n opening van zo'n centrum vandaag is natuurlijk een hele goede stap om mensen te laten zien dat de elektrische auto net zo leuk is als een gewone en ook wel heel veel voordelen heeft. En het nieuwe motto, geen woorden maar laden. Je moet het ook echt ervaren. Mogen we hem ook echt ervaren dan nu? Mogen we dan een ritje maken in een elektrische auto? Want dat is het motto, dus laten we gelijk even een ritje maken. Nou, geweldig. Start er maar. Hij is gestart. Nou, dat geloven we niet. Rij eens weg dan. Daar gaan we. Nou, je hoort echt helemaal niks. Ga ik zelf maar eens even ervaren. Ik zou zeggen stap in en dan ga je het beleven. Dankjewel. Nou, het centrum doet waar het voor staat. Echt ook laten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. MUZIEK
Nou, zo vaak zitten we niet in een sportauto, dus even kijken hoe snel die kan. Woo! En dan nu technisch, waar ga ik opladen? Bij de benzineklep. Alleen in dit geval natuurlijk de elektriciteitsklep. Ja, zoals je ziet, daar kan de stekker in. En de stekker gaat uiteraard naar een stopcontact. Oké, okay, en waar zit dan de motor? Nou, die zal ik eens even laten zien. Die ziet heel spectaculair uit. Kijk, dat zwarte blok hier, dat is de motor. En uiteraard in dit geval niet de motor, maar de batterij. Maar elektrisch rijden is heel erg milieuvriendelijk, maar zo'n batterij produceren, dat is toch heel milieuonvriendelijk? Lithium batterij die erin zit, de oude generatie batterijen waren inderdaad milieuonvriendelijk. Lithium batterijen zijn niet per definitie milieuvriendelijk, zijn volledig recyclebaar. Dus daar zit geen milieukrelpunt. En als ik woon zelf drie hoog, als ik hem nou opladen, moet ik dan met mijn verlengsnoer uit het raam zorgen dat mijn autootje wordt opgeladen? Dat zou kunnen als je het zo zou willen. Maar het is ook wel goed om bij de gemeente een laadpaal aan te vragen of zelf een laadpaal aan te schaffen. We hebben hier in Rotterdam een programma waar 1000 laadpalen beschikbaar zijn gesteld voor mensen die een elektrische auto kopen. Hetzelfde in Amsterdam hebben ze dat ook. Dus je kan gewoon bij de gemeente, dat kunnen wij hier regelen op het centrum. De laadpaal regelen en dan heb je het probleem van drie hoog met een snoer uit het raam is daarmee opgelost. En nou is laatste het programma Duurzaam Rotterdam gelanceerd. Hoe verhoudt het zich tot dit centrum? Nou, dit is een van de speerpunten uit het programma. Elektrisch rijden willen we graag in Rotterdam stimuleren. Omdat het ons helpt om de stad schoner te maken. Omdat het ook ons helpt om te zorgen dat we meer doorstroming in de stad krijgen. Zonder dat we daar negatieve effecten van hebben. En dat is ongelooflijk belangrijk. Wat wij doen als gemeente is nog meer om elektrisch rijden te stimuleren. We zorgen dat er laadpunten in de stad komen. We hebben ons eigen wagenpark of in ons eigen wagenpark elektrische auto's. Variërend van gewone auto's tot auto's die bijvoorbeeld gemeente werken en de roadtap gebruiken. Dus op allerlei manieren proberen we dat te stimuleren. Omdat het zo'n geweldig effect geeft op luchtkwaliteit. En je tegelijkertijd ook gewoon kunt blijven rondrijden in de stad. Wat heel veel Rotterdammers natuurlijk ook heel fijn vinden. Het gaat heel erg gericht worden op bedrijven in eerste instantie. Maar wat heeft u nu voor de burger? Wat heeft de burger aan een elektrisch vervoerscentrum? Nou, dit centrum richt zich natuurlijk op bedrijven, maar ook op burgers. Het zit natuurlijk op een plek vlakbij het station waar mensen eens kunnen kijken. Hey, hoe ziet dat er nou uit, zo'n elektrische auto? Wat betekent dat nou? Hoe vaak moet ik nou opladen? Kan ik dat wel? Maar vanuit het Rijk stimuleren wij het ook. Nou, door bij te dragen aan dit centrum, maar ook door bijvoorbeeld fiscale regelingen die gunstig zijn voor elektrische auto's. Uiteindelijk is nog steeds 1/5 van de CO2-uitstoot komt van het verkeer in Nederland. En dat willen we gewoon fors omlaag. En we gaan nog veel meer helpen om te zorgen dat allerlei bedrijven geïnteresseerd raken en zijn. Onder andere door hier voorlichting te krijgen in elektrisch vervoer. Maar daarnaast stimuleren we natuurlijk allerlei andere vormen van duurzame mobiliteit ook. Omdat je nog niet voor alles, bijvoorbeeld voor vrachtauto's, heel makkelijk elektrisch kunt rijden. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld projecten op het gebied van biodiesel. We gaan kijken naar LNG voor de binnenscheepvaart. Dat zijn natuurlijk meer speerpunten die we hebben om te zorgen dat Rotterdam schoon, groen en gezond wordt. Tot zover Cineac Pietje Bel en Cineac Milieutelevisie voor vandaag. Graag tot de volgende keer en kijk morgen en overmorgen naar al die andere prachtige Cineacken. Dank u wel.